Dit is een voorbeeld van kort. Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag probeer ik weer een nieuw product van Do Nails uit. Tot nu toe hebben we van Do Nails alleen nog maar dipping powder gezien. Dat bevalt natuurlijk hartstikke goed. Nu hebben ze dus ook soft gel press-ons. Nagels die je er alleen maar op hoeft te plakken. Een hele andere methode. Dus dat ga ik vandaag uitproberen. Ik heb de Premium Starter Set gekocht. Dus dat betekent dat er 4 kleuren in zitten. Ik heb verschillende lengtes en vormen gekocht. Dus de een is recht en kort en de ander is wat langer en rond of wat meer puntig. Gewoon om even de verschillen goed te kunnen zien. Dit is een voorbeeld van kort. Kort en recht. Dit is een voorbeeld van wat ronder. Deze twee zijn iets langer. Deze is ook een beetje meer recht aan de bovenkant. En deze is dan weer rond. Ja, deze zijn ook wat spitser. Deze ga ik vandaag uitproberen. Dit is de Baby Boom. Er zit ook lijm bij in. Die kan ik gebruiken. Een vijl. Een glazen vijl. Ja, er zit ook olie in. Die heb ik er al uitgehaald. En dit zijn de instructies. Ik zal hem er even bij houden, maar ik heb het stappenplan van Do Nails ook al op internet gezien. Ik ga deze ook even openmaken, want ik ben benieuwd of hier nog iets in het doosje zit. De nagels. Hier is nog een zakje met de iets grotere nagels. Dit zijn de schoonmaakdoekjes, die heb je ook nodig. Deze is om je nagelriemen terug te kunnen duwen. En dit zijn van die plakkers die je dan kunt gebruiken om de nagels mee op te plakken. Als je ze maximaal een week wilt dragen, dan kan je beter voor de plakkers gaan. En als je ze langer wilt dragen, dan kun je beter voor de lijm gaan. Ik ga vandaag de nagels opplakken met de lijm. Als jullie graag willen zien dat ik ook nog een video maak met de plakkers, laat dan even een reactie achter. Dan kan ik dat eventueel nog even in een andere video doen. Ik begin dus even met het terugduwen van mijn nagelriem. Nu kan ik mijn nagels bijfijlen met deze vijl. Alleen even opruwen, dat er geen glimmende stukjes meer op je nagels zitten. Nou, nu ga ik ze even passen. Dan wil ik ze eigenlijk niet allemaal eruit halen, dus ik wip ze er wel even uit met het dingetje. Het belangrijkste vind ik dat ze niet te klein zijn, want dat kan echt zeer doen. Deze is zo goed. Het is belangrijk dat ze gewoon aan alle kanten gewoon goed zitten en dat ze dus niet knellen. Eventueel zou je ze nog bij kunnen vijlen. Bij de randjes. Als de vorm bijvoorbeeld niet past bij hoe jouw nagel is. Maar het lijkt alsof ze zo wel goed passen op mijn nagels. Dus dat is wel mooi. Hier, deze gaat dus knellen. Want ik moet hem naar beneden duwen, want anders blijft hij er zo bovenop liggen. Nee, die is dus te klein, dus dan pak ik even het zakje. Ik ga deze wel een klein beetje bijvijlen, want eigenlijk gaat hij bij mij een beetje over het randje heen hier, maar ik moet wel deze hebben, want de kleinere die knelt. Dus dan veil ik hem gewoon even een beetje aan de zijkant. Pak ik hem gewoon even bij. Dit is goed. Ze zijn wel lang. Kijk. Het is een behoorlijke nagel. Dus als je ze niet lang wilt, dan zou ik voor de korte gaan. Ik denk dat ik ze toch ook een stukje korter ga vijlen. Al wordt dat afgeraden, maar ik ga het toch doen, denk ik.
Ja, je moet er niet van uitgaan dat beide handen hetzelfde zijn. Want dat is nooit zo. Dus je moet echt elke nagel specifiek meten. Nu pak ik de lijm. En ik ga de lijm op mijn eigen nagel doen en op die nagel. Want zo zeggen ze dat bij Do Nails. Die leg ik dan even neer. En dan druk ik hem goed aan. Je moet uitkijken dat je je eigen vinger niet aan de nagel lijmt. Want de lijm hoeft natuurlijk niet aan het puntje, alleen maar op het gedeelte die je vast wilt plakken. Ik ben iets vergeten. Ik ben vergeten mijn nagels schoon te vegen met die doekjes. Ja, een beetje dom. Gewoon een stap vergeten. Nou ja, het is niet anders. Ja, ze zijn heel erg lang, dus ik ga ze wel wat korter vellen uiteindelijk, denk ik. Gewoon, ja, dat ga ik gewoon doen. Ja, nu moet ik met die super lange nagels proberen de andere kant te doen. Dat valt natuurlijk niet mee. Nou, ze zitten erop. Dit is het resultaat. Ja, op zich is het aanbrengen van de nagels dus best wel makkelijk. Het was goed te doen. Ik draag ze nu een week. En in die week zijn ze goed bevallen. Ze voelen echt heel erg stevig. Ik ben wel een keer mijn pinky verloren. Ja, ik heb hem wel teruggevonden. Dus ik heb hem er ook weer gewoon met lijm gewoon maar meteen weer opgeplakt. Dat, ja, dat kan ook gewoon. Dat is gewoon zo makkelijk van deze nagels. Als er toch eentje afvalt, nou, dan plak je hem er zo weer op met de lijm of met zo'n sticker. In de tussentijd is deze nagel ook gesneuveld. Verder zit de rest gewoon wel echt stevig. Soms dan ben ik echt met dingen bezig en dan denk ik, oeh, trekken mijn nagels dit wel. Maar toch zijn ze er wel goed op blijven zitten. Ik heb ook al wat foto's voorbij zien komen op Facebook bij Do Nails Netherlands. Dan plaatsen mensen wel eens wat foto's. Nou, zo heb ik de French manicure ook al gezien van de nagels. Die is gewoon echt niet mooi, de French manicure. Dus echt met dat hele witte randje. Ja, de kleur van die nagels is gewoon niet zo mooi. Dus weet dat alvast voordat je gaat bestellen. Ga niet de French manicure bestellen. Nou, de Baby Boom lijkt natuurlijk een beetje op French manicure. Hij is wel wat natuurlijker. Toch, omdat het press-ons zijn, blijf je het natuurlijk wel een beetje zien. Ja, ik vond het leuk om ze even uit te proberen. Maar ik zou toch de volgende keer voor een volledig gekleurde nagel gaan. Deze bijvoorbeeld. Hè? Dat je ze gewoon in één kleur hebt.
dat oogt toch bij de press-ons wel iets natuurlijker. En als ik dan French manicure of babyboom ga doen, dan kies ik toch liever voor de dipping powder. Dan hou je het toch zo natuurlijk mogelijk. Trouwens, de babyboom wil ik ook volgende keer even uitproberen met dipping powder. Dus daar komt binnenkort nog ergens een keer een video van, want dat staat nog op mijn lijstje om nog uit te proberen. French manicure heb ik al uitgeprobeerd, dus daar is al een video van. Dat terzijde, raad ik ze nu aan, deze press-ons of niet? In mijn geval vind ik ze wel heel erg handig, omdat de dipping powder mij goed bevalt. Maar ja, je moet er wel even de tijd voor nemen. Ja, wat dat betreft zijn deze nagels gewoon wel echt een stuk sneller en gemakkelijker om erop te zetten. Dus wil je gewoon even snel mooie nagels, dan vind ik het wel een aanrader. Dit waren in elk geval de Soft Gel Press-Ons van Doornails. Leuk dat je hebt gekeken en ik zie je weer bij een andere video. Doei!